Kijk, op het moment dat jij politici hebt die meegaan in de mythes die de media naar voren brengen en op basis daarvan wetsvoorstellen doen of stemmen trekken of campagnes voeren, dan hebben we pas echt een probleem. Neemt het aantal moorden dat jaarlijks in Nederland gepleegd wordt toe of af? Gebaseerd op de verhalen uit de media over vergismoorden, femicide of verwarde personen met fatale steekincidenten zou je kunnen denken dat het toeneemt. Maar ik geloof dat iedereen ook al hier in de zaal weet dat dat niet zo is. En die mythe hebben we in ieder geval vast getackled, want dat gaan we vanavond inderdaad doen. We gaan heel veel mythes onder de loep nemen, mythes over moord. Mijn naam is Catharina Schul, ik ben de moderator van vanavond. Ik werk hier bij de Bali en deze avond is samengesteld door mijn collega Veronica Baas. En de vraag die vandaag op tafel ligt, los van alle mythes waar we doorheen gaan, is eigenlijk ook, hoe gaat Nederland om met dodelijk geweld? En wat zegt dat ook, hoe we daarmee omgaan over ons en wat voor land wij zijn? Maar het is natuurlijk een heel serieus onderwerp. En als er een moord wordt gepleegd, wordt er ook altijd een leven overhoop gehaald. En daar zijn we ons ook zeker bewust van als we het vanavond erover hebben. Dus meerdere levens overhoop gehaald, dank u wel. Dus vanavond gaan we daar ook zeker, nemen dat in acht. Naast mij zit ook al jouw co-auteur, ook al meerdere malen genoemd, Gerlof Leistra. Die ga ik ook even goed introduceren, want hij heeft samen met Marieke Liem dit boek geschreven, Mythen over moord. En Gerlof is misdaadverslaggever bij EW. Gerlof is gespecialiseerd in verhalen over moord en doodslag, TBS, georganiseerde misdaad. Hij schreef boeken die u misschien kunt kennen. De drugsmafia dicteert, de moord op Dirk Wiersum en de ondermijning van onze rechtsstaat. Voor EW, dat u misschien ook kent als Elsevier, stelt hij jaarlijks de moordlijst vast. Waarin hij bijhoudt wie er allemaal zijn vermoord in Nederland. Marieke Liem is hoogleraar veiligheid en interventies aan de Universiteit Leiden, waar zij en haar team de Dutch Homicide Monitor coördineren. Ze kijkt onder andere naar interpersoonlijk geweld, doding in gezinsverband, de effecten van langdurige detentie op gewelddadige delinquenten en internationaal vergelijkend onderzoek naar dodelijk geweld. En samen met Gerlof Leistra schreef ze het boek De Mythe over de Moord, onze leidraad ook voor vanavond. En mag ik een hartelijk applaus. Een andere mythe die jullie bespreken, die ongetwijfeld ook, denk ik, niet door iedereen misschien meteen geaccepteerd wordt, is femicide. En dat vond ik ook wel een heel interessant hoofdstuk, moet ik eerlijk zeggen. Want het krijgt heel veel, misschien ook wel terecht, heel veel aandacht. Niet alleen in Nederland, wereldwijd. Er zijn heel veel campagnes. Er staat nu ook een hele mooie tentoonstelling op het Museumplein om daar aandacht en bewustwording voor te vragen. Maar toch noemen jullie, of zijn jullie kritisch op dit begrip? Kan jij... Wie daar graag op antwoorden, ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, vorige week de Telegraaf. Wat de nuance is. Die dan toch een grote pagina, driekwart pagina, waarin weer wordt beweerd dat elke 8 dagen een vrouw vermoord wordt omdat ze vrouw is. En jullie zeggen dat dat niet waar is? Dat is, blijkt uit onze data, niet waar. En ook van de vrouwen die wel vermoord zijn in een meestal een... partnerrelatie, familiaire relatie, is het lang niet altijd het eindstation van een jarenlange terreur. Het is veel gevarieerder. En daar willen we alle individuele gevallen natuurlijk niet mee tekort doen, want elke dood is er één te veel. Maar ja, we zijn ook wel van de juiste cijfers. En vanuit die cijfers proberen we oplossingen aan te dragen en verklaringen. Ja, ik denk een van de redenen waarom femicide nu zo'n vlucht heeft genomen is onder andere zagen we veel meer aandacht voor geweld tegen vrouwen, inclusief fataal geweld tegen vrouwen, eigenlijk na MeToo. Dat daar veel meer aandacht naar uit is gegaan. En eigenlijk, ik denk een van de redenen waarom we kritisch zijn over de term femicide en het doden van vrouwen om haar gender, is omdat we wetenschappelijk gezien geen eenduidige definitie hebben van femicide. Van wanneer is een vrouw, wordt een vrouw gedood om haar gender? Is dat alleen wanneer het slachtoffer vrouw is? Of wanneer de vrouw zich in een bepaalde afhankelijkheidssituatie bevindt? Of wanneer er jarenlang sprake is van geweld? Is dat ook nog afhankelijk van wie de dader is? Wat als de dader een vrouw is en een vrouw doodt? Wat als een vrouw niet om het leven wordt gebracht in de context van een partnerrelatie, maar bijvoorbeeld in de context van een
kind wat wordt mishandeld thuis door haar stiefvader. Dan wat als je die gewoon allemaal op één hoop gooit? Ja, en dat is dus het moeilijke ervan. Want waar heb je het dan over? En zeker misschien omdat we veel internationaal onderzoek, internationaal vergelijkend onderzoek doen. Bijvoorbeeld in Sub-Sahara-Afrika zien we dat er veel gevallen zijn van witchcraft. Van vrouwen die om het leven worden gebracht door hekserij. We zien in landen met een één-kind-politiek dat daar selectieve abortus wordt plaatsgevonden. Waarbij vrouwelijke foetussen worden verwijderd en mannelijke niet. We zien casussen van eerwraak. We zien casussen van vrouwen die betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit. En daar om het leven worden gebracht of in de context van een roofoverval. Ja. Dus het bepalen wanneer haar gender een rol heeft gespeeld is super lastig. En daar is nog onvoldoende data over om heel specifiek te kijken in hoeverre de gender van deze vrouwen een rol heeft gespeeld. Ja. Wat we wel hebben gezien in de data is dat er dus in alle data die wij over de afgelopen 30 jaar hebben bestudeerd, zijn er geen moorden die er in Nederland hebben plaatsgevonden met een uitgesproken misogyn motief. He, uit de haat van vrouwen wordt een vrouw gedood. Mm-hmm. En dus, omdat we het niet eens zijn over een definitie wetenschappelijk gezien, zeggen we, nou blijf er dan vanaf. Ja. En wanneer je het wil hebben over moord op vrouwen, ja, geef dan heel specifiek aan. Heb je het over partnerdoding? Heb je het over mensen die lange perioden zijn mishandeld in een partnerrelatie en uiteindelijk worden gedood? Ja. En we snappen dat politieke en activistische bewegingen de term femicide in de mond nemen, want het is een hartstikke mooie term. Hè? En het rolt er meteen uit in plaats van moord op vrouwen. Snappen we. Nou ja, het is denk ik ook uit een soort noodzaak misschien wel geboren. Dat denk ik ook wel eens. Hè. Er is natuurlijk ook vaak het gevoel geweest dat, ja, zeker als het gaat om fataal partnergeweld of voor het fataal seksueel geweld, dat het niet de verdiende aandacht heeft gekregen als het gaat over, ja, moord. Dat natuurlijk heel veel aandacht is voor misschien voor drugscriminaliteit of voor anderen. Het is misschien ook een veel complexer verhaal. Dus ik snap die campagnes eigenlijk wel. Zeker, ik ook. 100%. Nogmaals, vanuit activistisch perspectief, great. En ik sta er helemaal voor in. Alleen vanuit wetenschappelijk perspectief zeggen we, dat weten we niet. Ja. We don't know. Ja. Maar wat we wel weten is dat het veel genuanceerder is. Ja. En ja, die categorieën die je in het begin noemde, ouderdoding, kinderdoding, ja, partnerdoding, roofmoord, seksueel geweld. Als je dat allemaal bekijkt, dan is die bewering elke dag, elke 8 dagen wordt een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. Ja, het is ooit door een masterstudent voor Atrium, hoe heet dat instituut? Atria. Ja. Is dat eens een keer opgetikt. En dat wordt door iedereen klakkeloos overgeschreven, tot vervelens toe. En daarvan zeggen wij van ja, dat is een mythe. Mm-hmm. Wie heeft er in jullie ogen belang bij het instand houden van dit soort mythes? En dan even niet alleen deze mythe, maar de meerdere mythes die jullie beschrijven. Wie zijn dat? Nou, ik denk de maatschappij in het algemeen. Ik denk dat de maatschappij, een van de redenen denk ik dat deze mythes zijn wat ze zijn, is omdat ze een illustratie zijn van iets wat we als maatschappij heel belangrijk vinden. We vinden vrouwenrechten, gelijkwaardigheid onder vrouwen, we vinden slachtofferschap van vrouwen, vinden we nu heel belangrijk. Daarom dat we nu deze term in het leven hebben geroepen en dat we die, dat we daar aandacht voor blijven vragen. Ook een van de hoofdstukken gaat over de jeugd en over dat ze steeds, het idee dat ze steeds jonger worden, de mythe dat ze steeds jonger worden. We vinden als maatschappij vinden we jeugd en denk de jeugdige onschuld vinden we ook heel belangrijk. Dus uiteindelijk dienen deze mythe dienen ook om denk als maatschappij om vorm te geven aan daders, slachtoffers, maar ook aan wat we onze soort van kernwaarden. Waar staan we voor? Maar het houdt ons misschien ook in een soort greep. Om het beter te begrijpen. Ik ben zelfs bang, ik moet de hand in eigen boezem steken voor mijn beroepsgroep. Ik denk dat de media voor een heel belangrijk deel mythes in stand houden. En daar belang bij hebben om die in stand te houden. Ja. Als een liquidatie wordt gepleegd, niet zo makkelijk tikken, klaar. Er wordt steeds meer geliquideerd. Mm-hmm. Nou, dan komen wij weer met onze cijfers. Nou, vanaf 1992 houden we het bij. Dat is niet helemaal waar. Maar dan staat het wel al overal in de kranten. Talkshows wordt het herhaald. Ja. Ik heb wel eens gezegd, we zitten nu in Amsterdam. Als Bart Middelburg, de vader van de misdaadjournalistiek, in Den Haag had gewoond, hadden we misschien nooit van Klaas Bruinsma gehoord. Dan was Piet Snijder de grootste crimineel van Nederland. Ik vind Parool een geweldige krant. Twee top misdaadverslaggevers nu, Paul Vugts en Laumans. Maar het lijkt wel alsof er alleen in Amsterdam misdaad is. Dat is dus ook een mythe die in stand gehouden wordt. Je liet het kaartje zien. Er gebeurt buiten de Randstad heel veel.
En dit boek is nou juist bedoeld om te laten zien, denk even iets langer na voordat je opschrijft, dat er meer geliquideerd wordt, dat daden steeds jonger worden. Dan zou ik meteen het recept willen hebben, want dan... taalkundig is het ook zo'n onnozele bewering, maar de cijfers kloppen vaak niet. Maar eerst gaan we nog even naar het laatste gedeelte van deze avond. Daarvoor wil ik ook aan tafel vragen Christian Vlokstra. Christian Vlokstra is strafrechtadvocaat en heeft zijn eigen kantoor in Almere. Hij studeerde strafrecht aan de VU en werkte voorheen bij Kleerden en Hamer en bij Fiek & Partners. U kent hem misschien ook door zijn rol als advocaat in het Marengo-proces en natuurlijk... waarschijnlijk ook als host van de podcast Napleiten. Welkom Christian, geef een warm applaus. De vraag die boven deze avond lag, die ik ook aan het begin van de avond zei, was natuurlijk hoe Nederland omgaat met moord. En dat is een heel grote vraag. Ik denk, we moeten hem denk ik ook ophakken in stukjes en daar zijn we ook al mee bezig. Maar ik denk dat één van die aspecten zal zeker de rol van de media zijn. En daar begin jij net ook al over. Ja. Dat daar ook af en toe het een en ander aan onwaarheden kunnen verschijnen. Of misschien op sensatie beluste onwaarheden verschijnen. Kan je daar iets meer over zeggen? Nou ja, kijk, ik bedoel, Gerlof die zei het zelf ook al net eventjes. Kijk... De media is natuurlijk breder dan alleen maar de journalistiek. Mm-hmm. Je hebt de journalistiek en dan heb je natuurlijk de minder goede journalistiek en de goede journalistiek en de minder goede. De fictieve media. Maar wat je ook heel veel ziet, is gewoon entertainment wat ernaast is. En dat is natuurlijk mijn podcast in zekere zin is dat ook entertainment. Zeker. Ik heb ook niks tegen entertainment. Maar kijk, op het moment dat er series worden gemaakt, bijvoorbeeld Videoland over de mokromafia, dan gaat het gewoon om geld. En dan is het dus in het belang van de makers van zo'n serie... om dat zo mooi mogelijk en zo Netflix-achtig en zo bombastisch mogelijk... dat hele begrip van mokromafia en narcostaat in stand te houden. Mm-hmm. Omdat gewoon die serie moet verkopen. Dan moeten mensen naar kijken. Mm-hmm. En dat zijn dezelfde mensen die ook in de krant journalistieke stukken schrijven... en ons zouden moeten voorlichten over objectieve feiten die hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. En daar zie je zeker in, als het gaat om strafrecht en om misdaad... en zeker de georganiseerde misdaad, zie je daar natuurlijk een enorme vermenging in. Mm-hmm. Waarbij entertainment door journalistiek loopt. Iedereen smult ervan, dat snap ik ook wel. Mm-hmm. Maar ik denk dat toch dat je zo moet proberen. En dat proberen wij bijvoorbeeld wel met Napleiten, denk ik. Althans, dat wil ik wel op me nemen. Tuurlijk... Ik vond een misdaad of strafrecht is heel interessant. Daarom ben ik het ook gaan doen. Ja. Maar je kunt tegelijkertijd ook gewoon feitelijke kennis overbrengen. Mm-hmm. En uitleggen hoe het echt zit. Mm-hmm. In plaats van dat je die, dat je die mythes in stand houdt. Ja. Ja, het brengt gewoon geld in het laadje. Ja. Dat entertainmentgehalte, wat er soms aan plakt, dat door de journalistiek druipt, herken je natuurlijk. Zeker. Heb je zelf... En dat is misschien een lastige vraag. Ook wel spijt gehad van een bepaalde manier waarop je iets hebt opgeschreven. Of een bepaalde scoop, hoe die gebracht is. Waarom zit jij te lachen? Nee, wij hebben daar stevige ruzies over gehad. Ja. Ik ben na de moord op Dirk Wiersum... Mm-hmm. Was ik wel erg gefocust op de rol van sommige advocaten. Vond ik dat sommige advocaten te dicht op de schoot van hun cliëntelen zaten. Dat het weinig afstand was. En met terugwerkende kracht zou ik sommige dingen anders opgeschreven hebben. En wat ik herken, dat is gewoon waar. Je valt bijna over elkaar heen. Hè? Je jut elkaar steeds verder op. Ja. En dan op een gegeven moment wordt iets voor waar aangenomen. En als je dan weer eens teruggaat naar de bron... dan blijkt het toch iets anders te zitten. Ja. Dus ik geef meteen toe dat, dat zei ik daar straks ook... media hebben een belangrijke rol gespeeld bij het creëren van mythes. En dan anderzijds media natuurlijk ook weer afhankelijk zijn... van de cijfers die er zijn en die net ook constant in twijfel werden getrokken. Ja, daar heb ik... Peter zei bijvoorbeeld over die vermissingen. Nou, dat hebben we uitvoerig beschreven, dat er nogal wat vermissingen zijn. Dus dat het cijfer wat wij brengen als het jaarcijfer... dat daar niet alleen de vermissingen bij horen, maar ook de perfecte moorden... staat tegenover dat er soms zaken worden tot een veroordeling komen... terwijl er geen lijk was, de moord zonder lijk. Maar kijk, de media schrijft natuurlijk vaak niet over de cijfers. Ja, Gerlof wel, met zijn jaarlijkse index. Eén keer per jaar dan? Nee, niet één keer per jaar, heel vaak. Nee, geregeld. Maar kijk, in de media wordt natuurlijk vaak het incident uitvergroot. Ja, de zaak Nicky Verstappen, de zaak Marianne Vaastra, de zaak Dirk Wiersum, Ridwan Taghi, het grote gevaar. Er wordt helemaal niet gekeken naar wat is eigenlijk nou de algemene trend. Wat zijn nou eigenlijk in brede zin de feiten. Mm-hmm. Waar je als samenleving kennis van zou moeten nemen. En waar je als samenleving iets van zou kunnen vinden. En waar de politiek iets van vindt.
Maar dat is niet alleen de media. Want ik ben helemaal niet zo dat de media de schuld heeft. Ik bedoel, je moet gewoon als consument denk ik goed zorgen dat je het juiste van het onjuiste schrijft. Ja. Dit is die politiek. Want kijk, het is de wisselwerking tussen media en politiek. Daar zit het grote probleem. Kijk, op het moment dat jij politici hebt die meegaan in de mythes die de media naar voren brengen en op basis daarvan wetsvoorstellen doen of stemmen trekken of campagnes voeren, dan hebben we pas echt een probleem. Ja. Kijk, ik vind het niet erg om een mokromafia-serie te kijken. Ik bedoel, sommige cliënten vinden het misschien vervelend, maar ik vind het allemaal prima en ik betaal er ook niet voor. Of betaal er wel voor, maar ik kijk ook eigenlijk niet naar. Maar goed, het maakt me niet uit dat het bestaat. Ja, daar heb je geen, hoef je geen last van het te hebben. Het is veel irritanter als er vervolgens door Kamerleden regelgeving wordt gemaakt of ministers maken wetsvoorstellen op basis van diezelfde mythe. Ja, ja, dat vind ik. Dat raakt mij en dat raakt ons als samenleving. Ja. En daar mis je eigenlijk het tegengeluid in, of eigenlijk de analyses van. Ja, maar goed, kijk, dat is natuurlijk het hele punt. Ik heb het daar wel eens met Kamerleden over gehad. Ook weet je, met Kamerleden van middenpartij of linkspartij. Ik zeg, ja, jullie hebben ook geen verhaal. Ja, want het is heel lastig om stemmen te trekken, zeg maar, op het gebied van strafrecht en misdaadbestrijding met een genuanceerd verhaal. Mm-hmm. Dus dan laat het maar aan de VVD en al de partijen rechts van het midden. Mm-hmm. Ja, en die hebben gewoon het harde law and order verhaal. En die hebben natuurlijk belang bij dit soort mythen. Ja, het wordt steeds onveiliger. Oh, de strafbare feiten worden steeds ernstiger. Oh, ze pakken steeds meer wapens, steeds meer messen. Het is allemaal gelul. Hè? En dan worden wel wetsvoorstellen. Oh ja, het is gewoon niet waar, weet je. Maar niemand die zegt, ja, het klopt niet wat je zegt. En dat is heel breed hoor, dat is heel heftig. Wist je dat ja goed, die ga ik helemaal los. nee, maar er is dus... ja, ik, right, eventjes. Ik stop je vanzelf. Ik stop je vanzelf. Nee, kijk, waar het om gaat, kijk, wat Gerlof en Marieke hebben gedaan, is gewoon de feiten opzetten. Ja. Je hebt bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie heb je het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, zeg ik dat goed? Mm-hmm. Ja. En een opdracht van het ministerie, het Openbaar Ministerie, doen zij onderzoeken. Dat blijkt vervolgens dat het merendeel van die onderzoeken wordt door hetzelfde ministerie van Justitie, althans de politieke beleidsmakers en de trawanten, voorkomen genegeerd. Ja, dan gaat in de lade. Dan is het dus, dan is of het zelfs aangepast. Ja, maar dan hebben we dus de uitkomst die op basis van een soort van schermwerkelijkheid ons bestuurt. Ja, ik bedoel, ik maak me daar meer zorgen over dan de media. Ja. Maar het gaat om de wisselwerking. Maar eigenlijk, we gaan het zeggen, want het wordt natuurlijk flink beïnvloed door elkaar. Nee, tuurlijk, want ze hebben elkaar nodig. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik zat te denken over wat je net zei. Hè? Van, en het was een paar zinnen geleden dat je zei, de media gebruikt eigenlijk geen cijfers. De politiek gebruikt eigenlijk ook geen cijfers. En ze maken beleid op basis van een aantal casussen. En misschien om daarop aan te vullen, wat ik merk, of in ieder geval wanneer er journalisten bellen, is dat het juist heel vaak om cijfers gaat, maar dan juist een soort cherrypicking van cijfers. Ja. En om bepaalde zaken met elkaar in verband te brengen die juist helemaal geen verband met elkaar hebben. Ja. En in die zin ben ik wel met je eens. Dus bijvoorbeeld, er vindt een steekpartij plaats en dan wordt er een soort willekeurige periode uitgekozen om maar genoeg steekpartijen te hebben. Dit is alweer de 71ste steekpartij in 18,5 maand tijd. Oh ja, in 18. Om maar iets van een soort. En dan ga je kijken naar die verschillende steekpartijen. Dan is er eentje in. Tussen mensen die te veel hebben gedronken tijdens het uitgaan. En weer het andere in een huiselijke sfeer. Weer ander in weer andere contexten. Dus en datzelfde zie je bijvoorbeeld bij kinderdoding. Ja. Dus alweer het zoveelste kind dat om het leven wordt gebracht in 7 maanden tijd. Waarbij er dus heel veel verschillende, eigenlijk een enorm heterogene zak bij elkaar wordt genomen om maar te spreken van een bepaald cluster en om maar aan te tonen dat we nu te maken hebben met een nieuw fenomeen wat de wereld nog nooit eerder gezien heeft, waar er nu beleid op moet worden gevoerd. Dit boek is eigenlijk niet nadrukkelijk gericht aan de beleidsmakers. Maar dat hadden jullie wel kunnen doen. Waarom hebben jullie dat niet gedaan? Want ik zie de frustratie die wordt opgeworpen door Christian. Ik zag wel meteen herkenning bij jullie. Hoezo niet gericht aan? Die kunnen toch ook... Ja, die kunnen het ook lezen, maar het is niet zo van... ik gooi het nu naar de Nieuwspoort in Den Haag en jullie moeten dit allemaal verplicht lezen, bij wijze van spreken. Je kijkt me nu aan. Alsof je dat wel gaat. Misschien ga je het wel doen, dat weet ik ook niet. Boek. Nee, natuurlijk brengen we dat onder de aandacht. Ja. En... me dunkt, ik krijg ook wel van Kamerleden terug hoor, dat ze het bekeken hebben en gelezen hebben. Ik moet de nieuwe minister van Justitie nog uithoren. Maar Jezokus heeft het wel gezien. Maar ja, weet je, daar moet je ook niet veel van voorstellen. Hè? Ik bedoel, ik ben ook wel eens uitgenegen door Kamerleden en zo. En dan zit je daar je verhaal te houden en dan zeggen ze, ja, ik snap het allemaal. En vervolgens, weet je, ik zie er niks van terug. Weet je, ben je meer een soort van... Het gaat al verder, hè, dat journalisten soms de Kamervragen dicteren. Ja, dat okay, voordat we hier alles, de hele rechtsstaat wegvegen, doen we een voorbeeld. Wil ik een voorbeeld geven, volgens mij, van een van de beleidskeuzes die gemaakt is, waar niet iedereen hier aan tafel over eens is. En dat zijn die hogere straffen voor moord.
Voor doodslag. Wat een fragment, maar het is er niet. Ik ga het zelf zo goed mogelijk introduceren. Maar als ik het fout zeg, ga ik er echt vanuit jullie me alle drie corrigeren. Ja. In 2020 kondigde Sander Dekker, toenmalig minister, aan dat hij de straffen voor het verschil eigenlijk tussen de straf op moord en doodslag, dat gat wilde dichten, zodat doodslag ook zwaarder bestraft kon worden, net zoals moord. Hoeveel jaar was dat ook weer precies, het verschil? Ja, het was 15 en het is naar 25 gegaan. Ja, precies. En moord was 20 en is nu 30. Ja, dat was al hoger. Misschien voordat we de kritiek ingaan, wat was het idee achter dat gat dichten? Kan je dat misschien even ons meenemen naar dat moment, Gerlof? Nou ja, voor moord kun je ook levenslang krijgen. Dat was vroeger zo als je meerdere levensdelicten had gepleegd. Ja. Nu lijkt het er ook al op uit te draaien dat als je één moord in een heftig omgeving hebt gepleegd, dan riskeer je ook al levenslang. Daar wordt het wel geëist, ja. Ja, en soms ook opgelegd. Er zitten heel veel inmiddels levenslang. Maar het gat tussen die 15 jaar doodslag en moord, dat was gewoon te groot. Dus dat is naar elkaar toegebracht. Ja. Vanuit de gedachte dat soms doodslag en moord ook heel dicht bij elkaar liggen. Het begint nu een beetje te kantelen, maar het was zo dat als iemand ook maar 2 seconden tussen de eerste kogel en de tweede kogel had gehad, dan was het al van, die eerste kogel kun je nog uitleggen als doodslag, een opwelling, maar je hebt erover na kunnen denken. En die tweede kogel, daardoor krijg je moord. Ga je van moord. Maar het verschil was te groot, dus dat gat moest dicht worden. Ja. Dat was het formele verhaal. Ja. Maar kijk, het beeldverhaal was natuurlijk anders. Want wat gebeurde? Er werd een dame doodgeschoten op een gruwelijke wijze in Rotterdam. Hè? Meisje, Sumaira? Ja. 18 jaar, als ik het goed onthouden. De rechtbank Rotterdam. Dat werd een doodslag. Ik weet niet eens precies waarom, maar dat werd op een of andere manier een doodslag. Terwijl het toch wel een beetje op een executie leek, om het zo maar te zeggen. Uh-huh. De rechtbank Rotterdam. Volgens mij vanwege het gebrek aan bewijslast. Ja, legt 15 jaar op, maar klaagt daar een beetje over. Omdat ze eigenlijk meer zouden willen opleggen dan die maximumstraf van 15 jaar. Het hele punt is dat ze meer hadden kunnen opleggen, maar zelf niet door hadden dat ze meer dan 15 jaar hadden kunnen opleggen. Vanwege zeg maar de cumulatie van bepaalde straffen met elkaar. Ja, de politiek duikt daar bovenop. Sander Dekker die zegt, ik kan het allemaal niet uitleggen aan de samenleving. Terwijl ik denk, daar ben je voor om het wel uit te leggen aan de samenleving. Ik lach er ook om hoor. Want je moet ook wel een beetje erom. Het is een manier van. Maar het is gewoon heel cynisch eigenlijk. Vervolgens komt er een wetsvoorstel van het moet van 25 met het formele verhaal. Ja, dat gat tussen moord en doodslag moet verkleind worden. Niemand kan uitleggen waarom dan. Vooral ook niet omdat er nauwelijks straffen worden opgelegd in Nederland voor doodslag die richting de 15 jaar gaan. Dus er is gewoon een non-probleem. Er is helemaal geen probleem. Dat is het hele punt. Er is geen probleem, maar er is een incident, een gruwelijk incident. De rechtbank Rotterdam maakt een fout in het vonnis. Iedereen op zijn achterste benen. En Sander Dekker zegt, ik kan het niet uitleggen aan de samenleving. Dus die straf gaat omhoog naar 25. En dat is ook gelukt in 2023. Het is gelukt, want niemand durft te zeggen daar in die kamer, hoe zouden wij daar moeten neerzetten? Van dit slaat helemaal nergens op wat hier gebeurt. Want het wordt hier van een non-probleem wordt hier nu een probleem gemaakt. Er wordt beleid op gemaakt. En het ergste is ook nog, dan zeggen ze we willen naar een veiliger samenleving toe. Je krijgt geen veiliger samenleving met een straf van 25 in plaats van 50 voor doodslag. Want het hele essentie van doodslag is nou juist dat mensen uit de gemoedsopwelling iemand anders om het leven brengen. Nou, die denken die op dat moment niet na. Nou ja, in het wetboek staat nu net 25. Oh, laat ik het maar niet doen. Dus het is aan alle kanten eigenlijk totale onzin waar we naar aan het kijken zijn. Maar wel zorgelijk, want het raakt ons al. Ja, dit misschien niet, want wij plegen geen doodslagen. Maar het raakt ons natuurlijk wel op het moment dat het wet en regelgeving wordt. We hebben nog één ding niet heel uitvoerig behandeld. We moeten het denk ik wel benoemen. Dat is de georganiseerde misdaad. En natuurlijk de vraag over hoe Nederland omgaat met misdaad is daar in het antwoord wat er ook heel vaak in zit of wat sommige critici kunnen zeggen is Nederland is een narco-staat geworden. Dat kunnen mensen zeggen. Ja. Ik hoor meteen al hier aan de overkant van mij. Dat is de definitie van een narco-staat. Nou, inderdaad. Ja. Ik denk dat we geen tijd meer hebben voor een hele definitiekwestie. Nee. Daarvoor zal ik mijn collega moeten vragen. Als de minister vragen van Justitie een zonnebril op heeft tijdens zijn werk. Dan Nee, we houden het hier aan nuances. Maar ik denk dat we wel allemaal vinden dat het in Nederland niet moet worden. Een narco-staat. Uiteraard. Ja. Zijn we nu op weg naar een narco-staat? Ja, ik vind het vanuit mij precies vind ik dat heel moeilijk te beoordelen. Maar ik vind het vrij hilarisch. Maar ik denk dat jij er meer over kan zeggen. Ik ga wel even naar Marieke. Ja, wat ik heb in het begin heb laten zien. Hè, dus het goede nieuws. Hè, alle moorden gaan omlaag. En dat is ook zo. Met uitzondering van één type moord.
En dat zijn de moorden in de georganiseerde criminaliteit. Ja. Dat, om, wat we daar ook tegen doen als maatschappij, hoeveel containers, drugs we daar ook in onderscheppen, hoeveel mensen we daar ook achter tralies zetten, hoe hard we daar ook tegen straffen, dat cijfer gaat niet omlaag. Ja. Dat is heel volatiel, maar dat laat een relatieve stabiliteit zien. Is eigenlijk een afspiegeling van de manier waarop conflicten over de conflicten gerelateerd aan drugs op Nederlands grondgebied worden uitgevochten. Ja, ja. Maar dat is toch opvallend. Of wijken we niet af van onze buurlanden of zeker. Landen waar we, dat doen we waarmee zeker. Vergeleken ja. worden? Dus we doen daarin veel Europees onderzoek. En eigenlijk is Nederland, als je het hebt over systemische moorden, dus drugsmoorden gerelateerd aan de drugsmarkt. Mm-hmm. Dus niet zozeer aan drugsconsumptie of aan drugsverslaving. Ja. Neem bijvoorbeeld iemand die een winkel moet overvallen om geld te krijgen om een drugsverslaving in stand te houden. Echt als we kijken naar de systemische drugsmoorden, ja, dan steekt Nederland flink boven onze maar eigenlijk buren uit. Het is ontzettend goed nieuws dat het stabiel is gebleven. Dat is toch wel een paradox. Nee, maar als we toch wel een paradox hebben. Kijk, de cocaïnehandel is de afgelopen 20 jaar, de internationale cocaïnehandel in Nederland, is de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid. Ja. Dus kortom, de financiële belangen zijn de afgelopen 20 jaar enorm gestegen. En toch zijn het aantal liquidaties in de georganiseerde misdaad volgens jullie cijfers gelijk gebleven. Nou, ik vind dat positief nieuws. Ja. Want je zou verwachten dat daarmee eigenlijk de liquidaties zouden gaan stijgen, toch? Maar het is wel meer dan alleen maar de liquidaties, hè? De ernstige dreigingen. Kijk, we hebben het vandaag over. Ja, we hebben vandaag ook over context en nuance. Onderdeel van die, wat ik toch wel de narcomafia durf te noemen. De misdaad is keihard geworden. Ik loop nu een jaar of 35 mee en met de vorige generatie criminelen kon je nog een beetje koffie drinken. De huidige generatie moet je niet meer dreigt, aankomen. Nee. Hè? Die dreigt en je moet of het je moet je werk zijn. Ja, ik denk, ja goed, ik vind het lastig. Kijk, ik heb natuurlijk, die ken je het Gerlijke over. Ik heb samen met mijn collega Nico Meijden toen Dino Sorel bijgestaan. Zeg maar, dat was een beetje het passage, hè? Dus het einde van de Amsterdamse penos, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk ook mensen in Marengo bijgestaan. Dus ja, natuurlijk, dat zijn hele andere mensen. Ja. Maar hoe zorgen dat je niet meegezogen wordt in die wereld? Want die wereld is wel volgens mij best kluwend, toch? En hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel. Ja, dan moet je je grenzen duidelijk stellen. Ja. Maar kijk, ik denk dat het heel simpel is. Ik heb het met Wouter Laumans, mijn podcastcollega en jouw journalistcollega, wel vaak over oog. Het is heel simpel. Weet je, mensen moeten gewoon geld vinden. Als er geen cocaïne is, doen ze wel dwarsmachines. Dus dat zal altijd door blijven gaan. Mm-hmm. Hè? En er zullen altijd conflicten zijn en die zullen soms heel ernstig worden uitgevochten en soms minder ernstig. Alleen feit is, als de financiële belangen groter worden, wordt men ruxiegelozer en wordt men gewelddadiger en wordt het dreigender. Cocaïneroutes, en dat las ik in het boek van Marieke en Gerlof, de cocaïneroutes zijn veel gewelddadiger dan de heroïneroutes ooit zijn geweest. Of nu zijn. De cocaïnehandel is veel lucratiever dan de heroïne. Het gaat eigenlijk alleen maar over geld. Het gaat alleen maar over geld. Niet over hoe we er beleid op maken. Ja, natuurlijk gaat het er ook over hoe je er volgens beleid op maakt. Maar ga niet denken als minister van Justitie, als je zegt, nou, ik wil eigenlijk dat voor een liquidatie, hè, dus we gaan voor een aparte categorie moorden, liquidaties, daar moet je levenslang op krijgen. Nou, dan worden er geen minder liquidaties gepleegd. Die jongens die liquidaties plegen, die denken helemaal niet na bij wat voor straf daar wordt opgelegd. Zij denken alleen maar na van die, daar straks wacht mij 60.000 euro en ik word niet gepakt. Weet je wat je zou moeten doen? De pakkans vergroten. Hmm. Dan ga je veel meer teweeg brengen dan de straf omhoog gooien. En hoe doen we dat? Nou ja, heel eerlijk gezegd, ik bedoel, ik strijd er vaak tegen in de rechtszaal, maar de Nederlandse justitie en politie is op dit moment natuurlijk heel goed bezig. Die hebben de afgelopen 8 jaar hebben ze al die PGP-communicatie, hè, van die criminelen. Communicatie. Ja, dat is een golf binnen die onderwereld. Ik bedoel, het is nu ook een stuk rustiger. En er komen natuurlijk ook weer nieuwe groepen op en er komen weer nieuwe communicatiemiddelen op. Maar dat maakt wel natuurlijk dat mensen wat angstiger worden. Maar ik vraag me af, ik zit me heel erg aan te geven. Ik wil misschien een bruggetje maken naar wat Peter van Koppen net zei over de cold cases. Dus over de 20% onopgeloste zaken in Nederland. Van die 20% is verreweg de meeste, althans in onze databank, verreweg de meeste van een niet-Nederlandse migratieafkomst gerelateerd aan de drugsmarkt met een vuurwapen, 's nachts, maar geen voortkomende getuigen. Dat is de bulk van die 20% die onopgelost blijft. Ik keek even naar Peter van Koppen of dat ongeveer klopt. Of ik een knikje kon zien. Oké, ga door met je verhaal. Ja, dus als je het hebt inderdaad over de pakkans vergroten. Inderdaad, en dat laat criminologisch onderzoek ook zien, dat één manier om de criminaliteitscijfers naar beneden te brengen is niet zozeer om een hogere straf uit te meten, maar eerder inderdaad die pakkans te vergroten. Mm-hmm. En mochten we dat toepassen op die Nederlandse situatie, dan vooral op die moorden. Mm-hmm. Ja.
afrondend, ja. Wat zijn de verwachtingen naar de nieuwe regeringen? We hebben een nieuwe minister van Justitie, dat is David van Wiel, ook weer van de VVD, bijgezeten door Ingrid Koenraadi van de PVV. Hebben we het gevoel dat het daarmee misschien een andere kant op kan gaan of een betere kant op kan gaan? Ik vraag het toch, je weet het niet. Gaalcombi. Deze meneer van Wiel, die ken ik niet. Ik heb geen idee wat hij in zijn mars heeft. En wat de PVV natuurlijk roept over het strafrecht, dat is natuurlijk totaal Ik denk niet dat hun rol enige invloed heeft op het moordcijfer. Wil je daar nog wat aan toevoegen, Marieke, voordat ik de zaal vraag om elkaar te verhandelen? Nee, ik denk dat als we iets van een blik in de toekomst moeten doen, ik denk dat de politiek daar, dat inderdaad wat Gerlof zegt, dat hij daar geen 1, 2, 3 invloed op zal hebben. Ik denk als we een blik de komende 5 jaar, dan zal het continueren zoals we dat nu zien met die volatiliteit van die moorden in de criminele markt. Met voorzichtigheid geboden, want de dynamieken die we zoals nu zien in Zweden en in het Verenigd Koninkrijk kunnen ook overwaaien naar Nederland. En vergelijkbare condities die wij hier hebben. Ik dank programmamaker Veronica Baas die deze avond heeft samengesteld. De techniek die deze avond mogelijk maakt. En natuurlijk al mijn sprekers Marieke Liem, Gerlof Leijstra, Peter van Koppen en Christian Vlokstra. Geef ze een hartelijk applaus en ik zie u aan de bar. APPLAUS